En dat moet ook gebeuren. Ja, gewoon helemaal voor. Nou, dit is dus een gedenksteen nummer 1. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Mijn naam is Karel Salman van der Werf. Mijn man hier, dat is Roderick Salman van der Werf. Het is vandaag woensdag 19 augustus 2020. Het is 4:05 en we gaan lekker even de hort op. En dan nemen jullie gewoon gezellig mee. Wil je wat drinken hier vanaf? Watertje? Nee. Wat dan wel? Ja, dan wat goedkoper. Hè? Ja, dan wat goedkoper. Maar is toch prima, is goed. En dan moet je niet scheef houden, dat werkt niet. Nee, ik had een telefoon zo. Nee, dat is niet handig. Ik ga naar binnen. Eens even kijken waar we naartoe kunnen gaan lopen. Gezellig. Ik zie al daar wel een paar bordjes. Ik ga dus eventjes even kijken waar we naartoe kunnen. Dus ik ga even de camera draaien. Oké. Wel gehad, honden aan de lijn, vrij wandelen. Nou, Bentwoud. Nou, daar zijn we dus. Nou, we gaan even kijken waar we naartoe kunnen. Zo, nou. We gaan lekker lopen. Kijk, en daar is onze eerste kaboutertje al. Daar zit de bosjes in. Nee. Ja, wel. We mogen de bos in. We gaan de kabouterpad volgen. Maar eerst even... Nou, gaan we daar naartoe. Dit is leuk. Gele kabouter, rode kabouter. Dus heb je kleine kinderen? Ik zou zeggen, dit is een aanrader, denk ik wel. Oh, lekker een beetje verkoeling, schat, gelijk hier. Kijk dan. Oh, wat leuk gedaan. Lekker zitten. Relaxen. Kijk dan, kabouter. Ja, mooi. En hier hebben ze een brandje gesticht. Het is wel lekker koel hier. Dit wist ik ook niet. Lekker. Ja, alleen die is een beetje bespoten, denk ik. Graffitiet. Ja. Het is wel lekker, ja. Heerlijk. Hé, hey, nog een kaboutertje. Hoi. Die kant, daar kom je niet ver. Dus dan moeten we die kant eens op. Ja, toch kabouter. Ja. Oké. Okay. Huh? Oh. Ja, is een huisje. Wat leuk, hè? Schappig. Zo midden in de natuur. Had jij dit zo verwacht? Nee, ik had een kabouterpad verwacht met kaboutertjes, maar niet dat het zo door een bos zou zijn. Leuk, hè? Grappig. En dus wat wil jij de mensen aanraden die kleine kinderen hebben? We gaan naar kabouterpad in Benthout. Benthuizen. Benthuizen, Wout. Bentwoord. En toen zagen we weer een leuke kaboutertje. En nog. Ja, maar we hebben eerst deze kaboutertje. Hè, kabouter? Ja, hè. En jij wilde wel op, hè? Op de vlog. Ja, dat dacht ik al. Het is echt lekker hier, hè? Lekker verkoelend. Ja, en je kan niet zomaar meer ergens zitten, schat. Dus als je iets wil, dan moet je toch gaan reserveren. Kijk, weer een kaboutertje. Maar dat kunnen we zometeen wel doen. Ergens, lief. In Zoetermeer of zo. Dit is leuk gedaan.
Huh? Wat? Oh ja, ga jij me verkennen. Ik loop even vast door. Ja, is goed. Ik loop er vast door, ja, een stukje. Ga jij me verkennen. Ga jij maar de plantjes water geven. Ga jij de plantjes maar lekker water geven. Zo mooi, hè, jongens. Echt. Eens kijken. Wat ben jij nog mooi schoon? Ja. Een mooi hutje, geweldig. Geen, dus we kunnen... Geen rupsen gezien. Maar, helaas. Maar we kunnen weer ons pad vervolgen. Heerlijk. Dan zou je denken dat dit helemaal vol is begroeid. Maar het lijkt wel hier herfst, joh. Ja. Winter. Maar zal dit dan helemaal dood wezen? Ja, hierboven niet. Maar onder wel. Nee, het is gewoon weggegooid. Het is bovenaan. Hé, hey, een kaboutertje. Nou, want ik denk al, hè? Het loopt een beetje dood, maar... Het loopt niet dood. Je moet gewoon alleen de kaboutertjes een beetje in de gaten houden. Ja. Het is echt leuk, hè? En voor de ouders met kinderen, kleine kinderen. Hè? Huh? Ja, stepdingetjes, ja. Nog een hutje, inderdaad. En het rood wijst dus waar en wij naartoe moet. Okay. En hebben die kleuren van de kabouterpaad nog een teken? Weet ik niet. Links, rechts, rechtdoor misschien? Nee. Nee hoor, het is gewoon verf. Kijk, weer een dingetje. Leuk. Daar heb je er nog één. Heb je nog geen eind aan? Nee. Kijk eens. Dat is moeilijk, hè? En dan heb ik hier nog één, lief. Ja, dat snap ik. Nee. Nee, doe ik niet. Stapstreintjes. Die. Dus. En dan gaan we die kant op. Dank u wel, meneer Kabouter, voor uw aanwijzingen. Dank u wel, meneer. Zo, pats. Dus we moeten die kant op lopen, dus. Oké, okay, nou, dat is die kant op lopen, dus. Hele grote. Roderick is heel erg scherp. Ja, natuurlijk zo. Wat een kerkel, hè? Locus. Locus. Nou, ik heb hem heel mooi erop. Wauw. Kijk, hé.
Ja. We laten je weer met rust, vent. Kijk, wat is het gaaf. Ja, weer een... kaboutertje. Wauw, wat is het. Nee, maar ik vind het leuk. Kijk, daar rijdt het. En we hebben weer een... kaboutertje. Dit is gaaf, hè. Dit is leuk gedaan. Is het een tafeltje of zou het een centraal bankje zijn? Een tafeltje denk ik, want dit is lager. Dus dit is een, waar jij op zit is gewoon een bankje en dit is een tafeltje. Maar ik ga weer lekker verder, want daar zijn we ook voor gekomen. Ja, nou, we gaan onze route weer vervolgen, mensen. Kijk. Altijd weer mooi. Nou, dit staat dus allemaal. Een hele grote en kabouter, hè, lief? In één keer. Voor mijn neus. Daar. Een hele, een hoge. Een grote, hoge. Vogelhuisje hier. Of zo, iets dergelijks. Daar. Hallo meneer Kabouter. Ja, dank u wel en dat we in uw bos mogen komen. Nummer 4, ja ja. Nou, waar moeten we naartoe meneer Kabouter? Geen idee. Waarschijnlijk hier dus naartoe dan. Overkant. Ik ga Ro even opsluiten, vind ik leuk. Blijf jij maar lekker daar. Gaat die niet kant op. Maar we gaan weer onze weg vervolgen. Via het kabouterpad. Dit is leuk. Zeg maar. En dan kom je waarschijnlijk op een heel groot open veld. Wauw. Yes. I think so. Ik krijg hier toch wel weer een beetje kippenvel van. Waarom weet ik niet. Zo. Maar geboren kindertjes. Ja, en geboren en gestorven, hè? Ja, en allebei. Gewoon allebei. Herinnering van mijn kinderen. Ik weet niet of jullie ze zien. Ik ga even inzoomen. Het is magnifiek, man. Daar hebben ze ook nog. Het is wauw. Nou, even een beetje lekker last hebben van de lucht, maar dat maakt niet uit. Wij staan dus nu bij de Nationaal Kinder. Bomenbos. Ja. We hebben al heel veel mooie andere diertjes hier ook in de omgeving gezien. Dus we gaan hier ook wat vaker naartoe. Om ook wat meer aan jullie te laten zien. Maar dan moeten we ook wat drinken en alles meenemen. Dat hebben we dus nu niet. Maar we hebben wel eventjes een hele mooie ronde gehad door het kabouterbos. Maar ik wil jullie ook nog wat anders laten zien. Dus kijk. En misschien moeten jullie nog wel een treintje laten. Maar voor de kinderen die dus overleden zijn. En voor de ouders. Heel veel sterkte.
Nou, dit is dus een gedenksteen nummer 1. Bastiaan Zenneker. Zo. We hebben hier nog een aantal X. Daar gaan we even naartoe lopen. Zo, wij gaan weer van het grippad af. We gaan weer de andere kant, het kabouterpad, weer volgen. Dus ja. Wil je hier ook naartoe? Ik zal de routebeschrijving hier even inzetten. Je moet gewoon even een stukje doorrijden. Naar, als je dus vanaf de A12 komt en dan zo binnendoor. Dan is het doorrijden tot en met aan de rondonde. En dan is het rechtsaf en dan is het de 30 kilometer zone in. Ja, en dan gewoon volgen. We kwamen daar eruit. We gaan hier er weer in. En dan gaan we weer volgen. Ik weet totaal niet helemaal waar we uitkomen. Dat weet Ro ook niet. Dank u wel weer en dat we uw bos in mogen, meneer. Ja, ik ga u volgen. Uw aanwijzingen. Ha, lekker cool, schat hier. Het is hier beter als daar, hè? Bomen zijn hier een beetje schuin gaan groeien. Hè? Huh? Nee, maar het is hier wel lekker. Heerlijk. En nog een leuk hutje inderdaad. Gaaf. Die bomen die houden een hoop warmte tegen, moet ik zeggen. Lekker. En het lijkt hier ook nog een beetje nat door al die regen. Uh-huh. Daarom is het hier ook denk ik wat koeler. Yeah. Heerlijk. Beetje drassig hier trouwens, enigszins. Blubberig. Ja, daar kan je ook doorheen lopen. Huh? Je bent de fiets doorheen gegaan? Ja, dat kan blijkbaar. Het is niet aan te raden. Hey, oh, wauw, wat leuk. Kleine paddenstoeltjes, hé. Hey. Wat grappig. Huh? Ja, dat weet ik. Wauw. Huh? Wat? Wat? Ik. Wat van gehoord, maar nooit te zien. Wat? Een tra. Wat is een tra? Een open plek in het bos. Oké.
Ik heb nog nooit gezien. Ja, maar heb je hier ook waarschijnlijk, lief. Ja, ik ben wel aan het vloggen, dus kom maar. Ik weet dus nog niet, ik weet niet waar we uitkomen. Lekker. Ja, en toen hadden we weer een... weer heel veel paddenstoeltjes ook trouwens weer hier. Heel veel paddenstoeltjes. Hier ook weer trouwens, uitkijken waar je dus nu loopt. Want ik vind het zonde als je dat kapot trapt. Hallo meneer Kabouter, komen we u ook weer tegen. Het is hier heerlijk, vertoeven. Hi. Alles goed? Ja? Oké. Okay. En dan gaan we weer de weg oversteken, denk ik zo. Of zo, denk ik. Oh, wat leuk. Ik zie weer eens wat grappig. Oh, wat leuk. Oh, wat schattig. Met allemaal paddenstoeltjes eraan. Kijk dan. Geweldig. Maar wij lopen door. Hè? Huh? Ja, met allemaal paddenstoelen eraan. En ook... insecten erop, dus ik ga er niet op zitten. Nee, dat ook niet. Ik weet totaal niet waar we uitkomen nu. Echt totaal nat. Oh, we komen weer bij de parkeerplaats uit. Wat? Nee, 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 nee. En we zijn daar erin gegaan. Want daar staat de auto. We zijn daarin gegaan, overgestoken. Oh ja, zijn overgestoken. Nou, dan kom je dus hier weer uit. Nee. Maar je kunt dit dus helemaal fietsen, dit hier. Zo. We staan dus nu hier. En de navigatie die zegt, als je dus vanaf hier rijdt, dat je dus even kijken, er hier in kan. Maar dat kan dus niet. Dus dan, ja, dus hier. Even kijken hoor. Nou moet ik even heel goed gaan kijken. Of dat zo is, want hier, dat. Dus inderdaad, hij zegt dus met deze gele lijn dat we hier erin kunnen. Maar dat kan dus niet. Dus dan moet je hier bij de N209 doorrijden. Heb je hier dus een rondonde. Ga je de rechtsaf, ga je dit volgen. Hier, dat rode lijntje volgen hier, dat dikke. En dan kun je dus hier naartoe. En sta je dus daar. Yup.
Nou, dat is wel denk ik heel goed uitgelegd. En dan afrit 8. Die moet je dan nemen. Oké, nou, de rondjes driehoek, dat is 5 kilometer. Dat is de rode rondjes. Dat is dit helemaal, deze rode rondjes. En dan gaan we naar de kinderbomenroute, dat is de blauwe route. Dat is deze route helemaal. En dan hebben we nog de laarzenpad, dat is de groene. Dat is hier. En dan hebben we woudloperspad van 3 kilometer. Dat is daar. En dan de kabouterpad, 1,2. Ik vergeet die andere, maar dat zien jullie zelf wel. En dat is dus met al die leuke sterretjes. Dus ja. Dus dat gaan we allemaal nog een keertje voor jullie lopen en jullie laten zien. Dus ik zou zeggen, blijf op ons kanaal. En we zijn nu weer, waar anders, bij de Westfield Mall of the Netherlands. Bij de grote hoge parkeer, nou niet bij en bij de grote, maar bij de parkeergarage omhoog. Ja, aan de burgemeester Banninglaan. Yep. Dus nu gaan we weer even de Jumbo onveilig maken. Hé schat. Mm-hmm. En bij onze lieve Frans, hè? Ja, zeker. Ja, dacht ik al. Dus ja, dus dat gaan we nu even lekker gezellig doen. Samen, waar nog niet. Want dat is ons dagelijks uitje bijna, hè? Mm-hmm. Mm-hmm, dat is leuk, hè? Zeker. En morgen moet ik hier ook weer naartoe. Morgenmiddag om 11:30 moet ik hier wezen. Morgen. Yep. Een hele goede avond allemaal. Ja, Roder is al een tijd naar huis. Ik heb nu net 3 vlogs gemaakt. Eentje zit nog in de render. Die is morgen. Die is dus wel weer straks klaar. Als ik dus lekker op mijn bedje lig. Ja, nou jullie horen het goed. Als ik op mijn bedje lig. Dus ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren hieronder. Het duimpje. Want dan kom ik in de aanbevolen video's. Hé, dat is handig. En ja, laat gewoon een leuke reactie achter en doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Dus, dankjewel voor het kijken. Dikke tut op jullie snuit, wanneer je dit mag kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!